vandaag eerste dag trainingskamp. We zijn aangekomen op Eindhoven Airport. En tijd voor een geintje. Ja, ja, is gelukt dan, Mikey. Wat hebben ze gedaan? I don't know, bro. Someone put some stuff in my thing and I was... Wie heeft dat gedaan? You mean the ears. Yeah. Wie heeft dat gedaan? What's that mean? Who did it? Oh, I don't know. What did they put? You guys maybe, I think. Finally, we are studying. Studying Dutch, yeah. Finally. No, yeah. Harry Potter. We Harry Potter? Yes. In English. In English? Yes. Yeah, I can speak my Russian accent if you want. So how are you, my friend? Now in Dutch, please. Hoe gaat het met jou, mijn vriend? Het is min 10 en gewoon met de korte broek. Zei Rick? Ik zei min 10 en gewoon met de korte broek. Nou, we zijn in het hotel. Net even gegeten. Samen met Roemi Arnold. Even douchen en naar bed. En dan morgen de eerste dag lekker bikkelen. Gaan trainen. Zo, schoentjes aan. Handschoenen aan. Mikey is er klaar voor. Eerste training van de week. Zoals je ziet, het veldje ligt schitterend bij. Hey, je bent een treitenvlogger. Treitenvlogger? Hey, je bent een treitenvlogger. Ja, nou kijk maar uit, Kela, want jij komt ook wel aan de beurt deze week, jongen. Ja, ik de grote mond van je. After training, boys. The polar gets back on the same position. Hoi, ik ben Julian Kalor, ben 19 jaar en ik speel op middenveld. Hoi, ik ben Kai Kronjak, ik ben 18 jaar, linksbuiten van Jong Vitesse. En dit zijn wellicht de jongens die in de toekomst de stap kunnen maken. En ja, iedereen weet dat ze de potentie hebben, de kwaliteiten hebben. En dan is het zaak om zo snel mogelijk te wennen aan een aantal zaken die nou eenmaal bij een eerste elftal gebeuren. Ik denk dat ik heb gewoon het goed gedaan, doelpunten gemaakt en mezelf laten zien in de tweede divisie. Dus... Ja, ik ben blij mee dat ik mee mocht bij de trainingskampen. Technisch vaardige voetballer met wel inzicht. Dat technische, dat is geen toeval denk ik, want jouw vader heeft een voetbalschool. Ja, mijn vader heeft voetbalschool. Ik train vaak met hem. Veel snel voetenwerk, dus daar heb ik wel veel aan. Met wie slaap jij op de kamer? Ik slaap met Kai, jongen van Jong Vitesse ook. Ik ken hem al nu sinds het begin van het seizoen, dus dat is wel chill. Maar met die ouderen ben ik nog... Nog niet zo. Kom vanzelf deze week. Ja, het veld is in dat opzicht het belangrijkste. Dat is wat waar we voor komen. Ja, en dat is perfect. En al die andere zaken die ook heel erg mooi zijn, zoals loopafstand naar het veld, schitterende kamer, heerlijk weer. Dat is allemaal meegenomen, maar dit is het belangrijkste en het veld is in perfecte staat. Zo, nou, de eerste training van Alicante zit erop. Het was een pittige training, meteen aan de bak. Maar ja, hier wordt natuurlijk de basis gelegd voor 2017. Tweede helft van de seizoenshelft en ja, hier starten we met een goed gevoel op naar Twente. Ik heb helaas wel verloren met de Rock Paper Scissors, dus ik moet de schoenen van Ricky, Sharon, Arnold en Kelvin meenemen helaas. Hoort er ook bij. Adios.